Als je twee vooraanstaande Nederlandse popmuzici een tijdje bij elkaar zet. Dan heb je de Gerritsen van Dijk Band, oftewel kortweg de GVD Band. Genoemd naar Rinus Gerritsen, basgitarist van de Golden Earring, en Michiel van Dijk, zanger van de in 1977 opgeheven groep Elkwin. Kees Baars praat met ze. Heren, Rinus Gerritsen en Michiel van Dijk, jullie hebben een LP uit. Ja. Kun je vertellen hoe dat zo ontstaan is, dat idee om een eigen band te vormen? Nou, een eigen band. Zijn een tweespan, hè, zo gezegd. Duo. Maar hoe is het zo ontstaan? Nou, het was zo dat ik had wat nummers geschreven. En ik schrijf wel veel muziek de laatste tijd, maar weinig teksten. Dus heb ik Michiel, die ik al 10 jaar ken, opgebeld. Waarvan ik vind dat hij wel uitstekende teksten schrijft. En hij kan ze ook goed zingen. En zo hebben we een aantal demo's in elkaar, dat zijn voetbandjes in elkaar gedraaid. Om maar eventueel andere mensen te geven. En het gevolg was dat toen mensen uit de business dat hoorden. Toen kregen we onmiddellijk zeer lucratieve aanbiedingen om het dan maar eens een keer officieel zelf eigenlijk op te nemen en zo is het eigenlijk. Michiel, we hebben sinds Elkwin niks meer over jou gehoord. Wat heb jij zoal uitgevoerd de laatste jaren? Nou, ik heb hier in Amsterdam ben ik wel bezig geweest. Ik zou eventueel een solo LP maken, wat dus uiteindelijk niet helemaal naar mijn zin was en zo. Wat gewoon ook niet echt goed van de grond kwam. Tot de Rinus opbelde en dat... Dat liep eigenlijk mooi samen, want hij was van plan die solo LP te doen en had repertoire nodig. En zo kwam het eigenlijk ook een beetje... Die richting dachten wij uit en het liep eigenlijk heel snel uit de hand, of in de hand. In de hand, ja. In de hand. In de hand. Maar zijn er ook plannen om met een band bijvoorbeeld op te gaan treden? Nou, indirect, je weet, ik zit zelf in een band die vrij intensief optreedt. Dat is op de Golden Earring, hè? Dat is de Golden Earring. Ja. En daar haal ik mijn optredenkick inderdaad wel uit eigenlijk. Is de Gerritsen van Dijk Band een eenmalige gebeurtenis? Nou, het project, de LP was als een voor de lol geprobeerd eigenlijk, maar we hebben er toch wel zoveel plezier in, dat zal wel degelijk een tweede komen. Ja, dat denk ik ook. En hoe zit het met de earring, Rinus? Zijn er nog plannen? Plannen, ja. De earring brengt een single uit deze maand. Ik heb gehoord een splinternieuwe single, hè? Ja, ja. Hoe heet het nummer? I Do Rock and Roll. Anything that you wanna do. Anything that you wanna do. Anything that you wanna do.
1966.